eigenlijk niks dom in. Ik wist dat ik bij de laatste zes moest vechten. En ik won van Samedov en ja, in één keer voel je het van yes. Ik ging op de grond, tranen, mijn neef komt bij mij en zegt, ja jongen, je hebt het gedaan, je bent door. En toen, eigenlijk op dat moment, begon ik het steeds meer te realiseren op het moment dat ik de toernooi pakte. Ja, want al die wedstrijden.